هدى ابراهيم واي واي يو اخت مانو واي واي بوسي في بيتاج واي واي عكتي بيتاج واي واي نخي تي بيتاج واي واي خين بيت فور واي واي ينوي خندور واي واي برايم برايم Jawel, jawel mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Dit is... Milan. En ik ben... Ryan. En samen maken wij... Vloggen. Ja, samen maken wij geweldige vlogs. Dus sowieso, voordat je verder gaat kijken, vergeet niet eerst te... Abonneren. Abonneren. Het ging niet heel makkelijk uit, maar dat maakt niet uit. Het is Milan vergeven, of niet? Ja. Huh? Oké. Okay. Nou, ik begin heel positief, maar eigenlijk... Hebben we iets minder goed nieuws? Ja, onze grote vriend Bilal. Afgelopen periode hebben jullie dat niet eigenlijk gezien. Hebben jullie allemaal niet meegekregen. Maar Bilal was ontzettend vermoeid. En ja, ik begon echt te twijfelen. Ligt het nou aan mij? Twijfel dat hij in het weekend altijd bij mij is. En dat we natuurlijk vloggen. Dat we van alles doen. Dus ik dacht echt dat ik hem overvraagd had. Maar ergens hadden we toch het gevoel van we moeten toch hem laten onderzoeken. Dus dat hebben we gedaan. Hij heeft een bloedonderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat hij helaas, dat zijn waarde voor zijn schildklier te laag is. En ja, dat een van de dingen die dan naar voren komen is dat hij dan vermoeid raakt. Ja, en heel veel slaapt. En ik begreep het al niet. Maar ik ben blij, één, dat ik het nu weet. En twee, we kunnen er wat aan gaan doen. En het hoort eigenlijk een beetje bij het leven. En zeker met syndroom van Down, ja, dan loop je vaak tegen dingen aan. Je hebt met ziektes te maken, je hebt met allerlei dingen te maken. En daar moeten we gewoon rekening mee houden. En dat is gewoon het leven. En naarmate we ouder worden, hoe groter de kans is dat er altijd iets in ons leven staat. Of we raken onze ouders kwijt, of iemand raakt ziek, of wat dan ook. En dat moet je altijd op de een of andere manier incalculeren. En gelukkig is het niet heel erg. Maar ik hoop wel dat jullie de komende periode, als jullie Bilal tegenkomen, en natuurlijk kunnen jullie gewoon hem liefde geven en zo. Maar ik merk gewoon dat hij echt overvraagd wordt en iedereen wil gesprek met hem voeren en zo. En dat is echt vrij lastig. Nou ja, en alles gebeurt gewoon uiteindelijk met de reden. Ja, God heeft ons dit gegeven. Dus aan alles wat van God is, is van harte welkom, zeggen we dan. Of niet, Bilal? Nou ja, vandaag gaan wij een hele mooie video maken, dames en heren. En dat is, we gaan naar een speciaal persoon. Mijn vrouw, Khadija, die is helemaal gek van haar. En ze volgt haar al een hele tijd. En elke keer hoor ik haar een beetje op de achtergrond en zo. En ik denk, wie is die vrouw? Wat doet zij nou allemaal? En deze vrouw is een succesvolle vrouw. Het is een Marokkaanse vrouw die ja, allerlei producten verkoopt. En daardoor ja, eigenlijk bekend is door heel Nederland. En ze heeft eigenlijk een succesverhaal. En ik wil haar heel graag een dagje volgen. En Bilal gaat een dagje bij haar werken. We hebben het niemand minder dan Naima. Of tenminste, kijk even mee. En dan gaan we een hele mooie, leuke, gezellige, toffe, inspirerende vooral video maken. Want hoe doet ze dat allemaal? Ze heeft een gezin, ze heeft kinderen, ze heeft een baan. Ze doet nog van alles en nog wat. En ik ben benieuwd hoe. Want ja... Ik kan het niet zo goed, dus en dan kijken hoe zij dat ervaart. Bilal, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar? Lichten. En wij zeggen altijd. Dat zeggen wij altijd. Dat zeggen we altijd. Aarde. Ja, dat weet ik niet. Krijg je nog een knuffel? Jawel, jawel, jawel. Nou, we zijn hier aangekomen. Dit is het bedrijf, Max Pro. Ze doen alles voor shampoo. Nou, ik ga dat niet voor eens proberen te vertellen. Laat haar dat maar vertellen. Bilal is alvast naar binnen. Dus we gaan nu even checken. Een hele goede dag. Hallo. Alles goed? Ja. Wij mogen gewoon filmen? Ja hoor. Oké. Okay. Ja, kan niet anders. Hè. Als je Naima met Naima werkt, dan... Een hele goede dag allemaal. Goeiedag, man. Als goed, ja, we hebben elkaar al gezien, dus dit is een soort van... Oké, okay, het ziet er wel strak uit allemaal. Pijn? Nee, hè? Maar dan mag je pijn, hè? Nee, wow, Bilal. Geweldig. Goeiedag, Naima. Hey, Bilal, ik heb allemaal gel in je haar gedaan en zo. Maakt niet uit, dat fixen we wel, toch? Voelt hij lekker aan? Wat ben je aan het doen? Hij is al een paar minuten zo. Ja? Dit is de grote, dit is de mama, dit is de baby. Wil je die ook proberen of niet? Bilal, nee? Ik vind die wel lekker. Wat is je eerste indruk van Bilal? Oh, geweldig. Ja? Ja, mashallah, echt. Lahdak. Echt, lahdak. Amen, amen. Super lief en ook zo rustig. Ja, nu nog. Ja. Wacht maar. Oh,
Wat gaan we vandaag doen? Heb je al een beetje een idee? Ja, we gaan Bilal even een beetje aan het werk zetten. Hij gaat pakketjes inpakken en klanten bellen. Dus kijken of klanten bellen hem en dan even een bestelling aannemen. Toch, Bilal? Moet je wel opstelen. Hé? Hey? Als er iemand één stelt dan wil bestellen, zeg je, wil je er twee? Ja, gaat dat zo? Ja. Ja, omhoog natuurlijk, hè? Maar hoe, normaal film jij zelf, hè? Ja, normaal zit ik echt zelf. En nu? Ja, moet je dat blijven wennen natuurlijk. Ja, is dat, vind je dat toch... Ja, ik vind dat wel spannend, toch? Als ik heb het ook. Doen. Mijn eigen camera is heel makkelijk. Ja, maar als iemand anders mij gaat filmen, dan... Dat heb ik altijd gestrest. Maar nu, subhanallah, niet. Ik ben helemaal niet gestrest. Oké, nou gelukkig. Nee, gelukkig. Super, ja. Gelukkig. Ja, die zit nog steeds in de camera, joh. Superleuk. Hoe vond Bilal het? Ja, Bilal, die... ik vertelde net al aan de kijkers. Blijkt dus dat hij een lage waarde heeft in zijn schildklier. Okay. Dus de laatste tijd is hij heel erg vermoeid. Maar ik wist niet, ik dacht, ligt dat nou aan mij? Ligt dat nou aan dat we hem overvragen? Ligt dat nou aan al die mensen die hem dan naar hem toe gaan en foto willen maken en zo? Maar ja, gelukkig ligt het daar niet aan. Dus ja, en je merkt wel aan hem dat hij wat vermoeiender is. Maar tegelijkertijd had hij wel zin vandaag. Ja, superleuk. En vooral omdat Khadija hem vertelde, dus dat zij gek op jou is. Oh, dat vindt hij dan weer belangrijk. Oh. Maar jammer dat Khadija niet mee is gekomen, Bilal. Huh? Waarom is Khadija niet meegekomen? Nee. Waarom niet? Nou, zeg maar tegen iemand, vond het heel jammer. Ja. Ja? Wel zeggen, hè? We hebben straks nog wel een cadeautje voor Khadija. Oh ja. Die mag jij geven. Dat is wel leuk. Weet je, Bilal? Nou? Er komt straks een hele grote vrachtwagen met allemaal producten. En waaronder deze borstel ook. Een vrachtwagen vol. Zo, hé. Ga je dan helpen? Jij gaat helpen, hè? Ben je een beetje sterk? Heb je een beetje spierballen of niet? Hé, hey, Bilal? Laat ze even zien. Laten we je spierballen zien. Wow. Nou, die heb ik niet hoor. Die heb ik niet. Wil je de borstel meenemen? Gaan we naar boven? Nee? Blijft hij hier? Oh, gaan we even stylen. Ja? Wil je Bila. Hij staat uit. Dit kan. Hoe voelt hij, Bila? Kom, we gaan werken. Kom, we gaan aan de bak. Werken? Kom. Meen je dat nou? Hup, kom, we gaan. Zo leggen we dit. Ja, die... Kom, neem die mee. Die komen zo meteen. Kom, let's go. Kom hier. Klopt. Kijk, en ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Met bijvoorbeeld mijn zoon. Die wil bijvoorbeeld heel graag die kant op gaan. Maar hij wil ook weer niet. Want het maakt toch wel weer een beetje... Hij vindt het ook wel een beetje eng, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dus dat vind ik zelf ook wel heel moeilijk. En wat vind je daar precies moeilijk aan? Herkenning. Weet je, dat mensen je herkennen. Dat vind ik soms wel een beetje... Ja. Ja. Ja, voor als kind zijnde, hè. Kijk, voor mij is dat zo ingegroeid, om het maar even zo te zeggen. Maar voor als kind, je weet niet wat hij later wil. Weet je, denk je, word je nu al herkend. Maar voor hetzelfde geld wil je het over een paar jaar niet. Ja. Maar ja, dat kennen ze je al. Dat vind ik wel eens moeilijk. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat heb ik dus ook met mijn kinderen. Ja, want je weet het niet. Kijk, dat heb ik dus nu ook met die jongere meid. Die gaat binnenkort naar middelbare school. En dan denk ik, wil je dat wel? Wil je dat kinderen je gaan herkennen? Hé, jij bent de dochter van Emma Max Pro. Snap je? Dus dat vind ik ook wel moeilijk, hoor. Ja. Terwijl die twee oudsten die zeggen van, nee, mam, ik wil niet dat mensen... Dat je mijn gezicht deelt, dat doe ik het ook niet. Soms zeggen ze, oké, dat vind ik niet aardig, die mag je platen. En dan plaat ik het. Maar soms vind ik het ook wel eens moeilijk. Kan ik me voorstellen. Ja. Ik kies er bijvoorbeeld voor om ze niet iedere video in mijn... in iedere video precies. Te zetten. En af en toe wel, en dat is om hun niet tekort te doen. Zij zien natuurlijk ook, die krijgen alle aandacht en zo. Ja. Dus ik wil hun dat stukje ook niet ontnemen. Nee. Het maakt het wel lastig. Ja. Maar als je kijkt, vragen ze je wel eens van, of zeggen ze wel eens van, nou mam, je bent echt veel bezig met werken. Ja, jawel. Ja mam, soms ben ik wel eens bezig met iets op mijn telefoon, een mail beantwoorden. En dan vragen ze mij tussendoor wat. En dan antwoord ik op ja. Ja, je luistert weer half. Weet je, dan moet je me even niet storen als ik een mail aan het beantwoorden ben. Ja. Ja, soms vind ik zelf wel heel slecht soms hoor. Maar ja, ik kan werk weer niet laten liggen. Als ik iets een mailtje zie, denk ik, deze moet ik wel even snel even beantwoorden. Wanneer besef je dat je hun op dat moment geen aandacht hebt gekregen? Als ik klaar ben met mijn mail. Als ik een mailtje verstuur, denk ik, oh, wat erg. Al meteen? Ja, jawel. Want dan zijn ze weg. Denk ik, hij vroeg me net wat. Of ze vroeg me net wat. En ik, Maar ja, dan roep ik ze wel weer en zeg ik van, sorry, maar als je ziet dat ik bezig ben met de mail, dan is het een belangrijk iets waar ik echt even antwoord op moet geven. Stoor me dan ook niet. Wacht dan gewoon even en dat begrijpen ze ook wel gelukkig. Ja, denk je dat ze het begrijpen? Denk het wel, jawel. Kijk, tuurlijk zullen ze altijd wel in hun achterhoofd houden van,
Mijn moeder is altijd aanwezig. Maar ze begrijpen dat moment wel, want ze weten uiteindelijk wel dat ik het ook voor hun doe. Ja. Dat zeggen ze ook, dat geven ze ook aan. Kijk, soms lopen ze ook wel eens boos weg natuurlijk. Maar dan beseffen ze op een gegeven moment wel van, oké, ja, mam, ja, ik weet het, je was druk. Ik had gewoon even moeten wachten. Oké. Okay. Nou, kijk, dan ga ik jullie even los laten zien. Hier is waar we alles opslaan. Dus echt de herkenlijn, de krultangen, de stijltangen. Dus, en waaronder dus de borstels. Maar wat maakt het zo speciaal dat iedereen erover praat, iedereen wil het hebben? Ja, maar kijk, wij zijn al nu, we staan ongeveer een beetje nu 8 jaar. En voorheen deden we het echt meer bij kappers en groothandels. En de laatste paar jaren zijn we echt naar consumenten, ook consumenten gericht, ook via social media. Dus en ja, sinds dat eigenlijk op social media echt bij ons onze gezichten echt willen laten zien, is het ook wel echt, met social media is echt de booming gegaan. Ja, booming inderdaad gegaan. En ja, wat maakt onze krultangen bijvoorbeeld zo speciaal? Als krul dus echt in 3 seconden heb je een hele mooie krul erin en blijft 2 dagen in zitten zonder lak erin te doen. En geef een levenslange garantie van de tangen. Oké, wow, wat ben je doen? Dat vindt hij leuk, dat vindt hij leuk. Dat is hartstikke leuk. Bilo, we zitten midden in de opname, man. Het is de bedoeling dat je werkt, niet het kapot maakt. Kijk, Bilo, kijk. Bilal, het is de bedoeling dat je geld oplevert, niet geld kost. Maar is het meteen dat je zo'n ruimte hebt aangeschaft of was het begon je? Sinds oktober zitten wij nu hier. Omdat wij voorheen zaten wij in Zwanenburg, maar daar hadden we echt heel veel kantoorruimte. Alleen de loods. Dus op 2 verschillende plekken. En toen toch wel fijner om alles op 1 locatie te hebben. Ja. En toen kwamen we hier uit. En hier kunnen we echt mooi alles de lucht in. Dus echt heel fijn. Ja. En we gaan de lijn ook helemaal uitbreiden, dus ja, dan heb je ook wel de ruimte nodig. Ja. Dus dat is wel echt heel mooi. En we hebben verschillende bezichtingen hadden we gehad, maar dit heeft ons echt wel. Ja. Nou, dit is echt wel ons pas. Ja. En het ruikt hier allemaal naar het echt bedrijfsleven, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft goede locatie. Ik zal het boven ook even laten zien. We zijn nu eigenlijk bijna helemaal klaar. Kleine puntjes op de i en dan is het kantoor eigenlijk helemaal klaar. Maar het is de bedoeling dat we gaan. Willem, we moeten. Wat moeten we gaan doen? Werken. Nou, dat is geen werken. Nee, dat gaat hem niet worden, vriend. Nee, ja. Nee. Hé, laat los. Oh! Het is super warm. Nee. Ah! Niet aan mij. Lopen. Kom, Bilal, gaan we naar boven. Kom. Hup. Zo. Bilal. Hey. Chef. Dit is afdeling sales. Van... Oké. Okay. Dus jij moet zorgen dat je de producten verkoopt hier? Ja, dat doe ik inderdaad. Naar de kappers toe. Oh jee, ik belt gewoon naar de kappers. Ja, dat zijn mijn accounts die ik beheer. En dat is gewoon koude acquisitie? Dat zijn bestaande klanten. Oh, bestaande klanten. Gewoon current business gewoon. Ik bel ze op en ik vraag of ze wat nodig hebben. Daarnaast vraag ik of ze nog problemen aanlopen. En mocht dat niet het geval zijn, ja, dan sluit ik het gesprek af en dan door de volgende. En wat maakt het werk zo lastig? Wat het lastig maakt, je krijgt soms verschillende klanten. De ene klant heeft geen tijd voor je en de andere weer wel. Maar dat is voor mij juist wel een motivatie om te verkopen. Ja, dat lukt me ook wel. Ja? Ja. Kijk. Marketing, hè? Nee, sales. Oh, sales. Sorry. Ik ben niet scherp. Ja. Oké, leuk man. Ja. Ik ben benieuwd. Succes. Dankjewel man. Waar is Bilal? Bilal zit daar met Mo, volgens mij. Wat Mo? Hoi. Dit is mijn broertje Mo. Hij wou naar zijn eigen vlog gaan kijken, denk ik. Wie? Nee. Hij kijkt weinig terug naar zijn eigen video's. Wat is hij aan het doen?
Nee, Bilal, Bilal, Bilal. Bilal, Bilal, Bilal. Hey, wat ben je aan het doen? Wacht even, man. Maar jij werkt ook binnen het bedrijf, zeg maar. Ja, ja, ik samen met mijn Ines hebben het bedrijf gestart natuurlijk. Ja. Ja, geleden. Dus ja, ik moet dan iedereen een beetje aansturen. Oké, en wat versta je onder aansturen? Wat moet ik daar... Als iemand iets niet weet, dan moet ik het weten. Dus ik ook ben... als ik iets niet weet, dan ja. Nee, ik bedoel, in het begin waren we natuurlijk, als er tweeën gestart, dan doe je alles met z'n tweeën. En op een gegeven moment wordt alles groter en meer en meer en meer. En dan moet je dat op een gegeven moment gaan uitbesteden. En omdat je alles vanaf het begin een beetje hebt gedaan, laat je het door iemand anders beter doen. Ja, ja, ja. Want diegene heeft er veel meer tijd voor. Jij doet alles een beetje en diegene heeft er dan straks 40 uur in de week voor. Dus dan ga je optimaliseren, opschalen en zo bouw je zeg maar een bedrijf van niks naar iets. Ja. Maar het is wel uniek dat de broer en zus samenwerken. Ja, dat hoor ik veel. Hey. Toch? Ja, ik nee. Nee, ik heb dan geen zussen, maar Rijn. Ik vind het toch wel... Ja, Bille. Hey. Nee, 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 nee. Nee. Ja, nee, dus dat ja, broer en zus... Ja, hoe ja, elkaar in de haren vliegen of... nou, je hebt ook wel mensen die goed met elkaar omgaan. Ja. Maar echt samen een bedrijf opzetten... En lang maar ben ik zo'n succesvol bedrijf, dat zie ik niet vaak. Ja, ja, het is wel zo dat wij samen echt veel op één lijn zitten. Ja. En veel dingen ook bespreken en niks zeg maar doen uit onszelf. Ja. Waardoor het ook wel sterk blijft. Dat ja. Niet gaat irriteren of hij zich niet gaat irriteren aan bepaalde dingen. Ja. We bespreken het en dan gaan we ervoor. Maar wie is de pittige van de twee? Pittig? Ja, ja, hè? En wie is echt op het geld die denkt van oké... Okay, zeg maar dat je gewoon wel goed met geld omgaat. Ook. Ja, het is heel simpel. Ik denk dat je binnen een bedrijf altijd één persoon moet hebben die het geld binnenhaalt. Nou, dat is duidelijk mijn taak. En dan is het geld behouden een tweede. En dat is haar taak. Ja. Dus jullie weten precies... Alle ins en outs. En de centjes. Ja. Ja, ik vind dat echt knap. En ja, kijk, weet je... Daar moet je ook gewoon hele mooie processen voor inregelen. Kijk, bijvoorbeeld soms, of tenminste wat ik heel vaak terugzie bij bedrijven, dat mensen heel moeilijk denken. Als het gaat over boekhouding en alles wat reuze met het. Of soms zie je het zelfs gebeuren. Bille, dat zei ik. Ja, ik heb Bille, dat is allemaal, kom op man. Ik denk dat wij naar de volgende opdracht moeten, hè? Ja, kom, we gaan. Ja. Zo. Die zetten we wat verder. Zet je die ertussen? Ja. En dan gaat die gaatjes maken. Moet je nog meer gaatjes in maken? Ja? Huppakee. Ja, die is klaar. Moet je nog meer maken? En die is te klein. Die is te klein, Bille. Kom, Bille, gaan we bellen. Gaan we bellen? Kun je verkopen? Of gaan ze jou bellen? Wil je dat? Nee? Zullen we dan kappertje spelen? Ook niet. Ik vind de gaatjes wel leuk. Oh, dat is ook leuk. Ja, die is leuk. Kijk, hier. Dat is ook leuk. Mag jij hem hierin stoppen? Doe maar. Die niet. Die kunnen er niet in. Dat zijn hele belangrijke documenten. Die kan ik niet zien. En als het... Wacht, ik ga voor je een stapeltje pakken. Wacht even. Nee, die kan er niet in. Die kan er echt niet in. Maar gaat niet passen, lieverd. Kom, Bilet. Deze, wacht. Die ga je laten zien. Nee. Anders wordt Brahim boos. Brahim, ik heb je even nodig. Ja, is goed. Laat zo. Nee. Hij vindt het heel leuk, man. Er zijn belangrijke documenten. Nee. Hij bent zo'n snipper dan. Nee. Hoe smeer je dat? Echt een man. Ben je gek of zo? Echt een man. Wat ben je aan het doen? Hij mocht met mij even snipperen, maar hij vond het zo leuk. Dat hij een is. Wat raakt jou het meest als het gaat om opvoeden van de kinderen? Of als het gaat om jouw kinderen? Wat raakt mij het meest?
Goeie vraag. Ik denk toch wel dat als ik echt druk ben. Kijk, voorheen als ik. Dat ik heel veel op de beurs stond in het buitenland. Toen we daar vaak stonden, toen had ik al zoiets van, ik zie mijn kinderen echt heel weinig, weet je. En door de week ben ik ook gewoon aan het werk. En dan heb ik ook nog, dat ik afspreek met vriendinnen. En weet je, toen had ik wel het moment altijd wel van, oh, weet je, ik zie ze weinig. Dat voelde me wel schuldig, het moment van de beurs. Kijk, nu hebben we geen beurs, dus ik ben echt wel veel thuis, gelukkig. En soms heb ik gewoon een moment dat ik gewoon heel druk ben op kantoor. En dat ik dan thuis kom en denk van, oh, even niet nu. Laat me alsjeblieft even ademhalen. Ja. Ja, dat voelt me ook wel schuldig natuurlijk. Dat doet je wel wat. Ja, tuurlijk, absoluut. En toch je kinderen. En mijn man ook, ja. Ja, dus dat zijn echt wel de momenten. Ja, ik vind het lastig, want ik vind het heel erg herkenbaar. Ja. En het meest lastig vind ik als ik s'avonds laat thuis kom en ik zie hen op hun bed liggen. En alweer een verjaardag, weer een verjaardag. Ja. En dan, boem, ze zijn 12, 13. Ja, ja. En dan willen ze eigenlijk niet meer met jou zijn. Ja. Want ze zijn hun eigen vrienden. En door de drukte kun je het een soort van achter je laten liggen. Maar er zijn wel momenten dat zit je in de auto. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, ja. Ja, precies. Dat had ik dus met beurzen toen echt heel veel. Ik aan thuis kwam om 12 uur s'nachts, om 1 uur s'nachts, omdat we dan aan het rijden waren. Kom ik thuis, ja, en dan liggen ze allemaal te slapen. Ja, dat vond ik wel even pittig. Ja, ik heb alhamdulillah, dus nu, ja, met die corona vond ik juist wel positief voor ons. Dat wij het online gewoon heel goed toen deden. En dat was ook wel het moment eigenlijk dat ik via social media heel actief was. We stopten met die beurzen, dus ik had tijd over. En ik ging zelf gewoon heel actief en met acties en dingen delen. Dus waardoor je dan eigenlijk die beurzen ook niet mist. Ja. En gewoon volop thuis bent. Elk weekend gewoon lekker thuis bent en leuke dingen kan doen. Gewoon met je gezin. Ja. Ja. Ik vraag ook altijd aan mensen met wie ik een video maak. Omdat het zoiets bijzonders is. En ik merk gewoon dat ik steeds vaker over kinderen heb. Mm-hmm. Stel je voor, je zou ze nu kunnen aanspreken. Wat zou je dan tegen ze willen zeggen? Dat ik echt super trots op ze ben. Want ondanks dat ik zelf een hele drukke moeder ben, dus echt druk met werk, doen ze altijd hun best op school. En daar ben ik echt super trots op. Dat ze gewoon echt goede cijfers halen en niet denken van, weet je, ik doe er niks mee met school. Weet je, je hebt ook genoeg kinderen die gewoon echt met de pet naar gooien. En dat doen ze niet. Ze halen echt goede cijfers. Dus daar ben ik echt heel trots op. Ik denk dat het wel mooi is als ze dit als ze terugzien. Ja, zeker. Ja, ze zijn echt groot fan van jullie. Dus ja. Vooral Ilias, mijn zoon, die vindt het echt helemaal geweldig. Superleuk. Ja. En die zei ook, mam, mag ik met je mee? Ik zeg, ja, je mag mee. Ja, de dag kwam aan en ik zeg, ga je nog mee? Ik denk niet dat ik dat durf. Dus Ilias, wij gaan elkaar zeker ontmoeten, inshallah. Inshallah, superleuk. Wat betekent succes voor jou? Doorzetten. Ja, doorzetten. Dat vind ik wel. Kijk, een hoop denken altijd dat succes gewoon vanzelf komt. En dat is niet zo. En echt, je moet er gewoon 100% voor gaan. Maar wel 1000% voor gaan. En het feit dat jij, daarmee zeggen we niet dat je school niet moet afmaken. Maar het feit dat jij eerder van school bent afgegaan. Dan wil niet meteen zeggen dat je niks kan behalen. Zeker niet. Ik zeg altijd, succes heb je ook wel echt te danken aan het gebed. Dat is ook wel iets wat ik ook wel vind dat iedereen dat ook echt moet meenemen. Dat vind ik echt de sleutel naar succes. En doorzetten, zoals ik al zei. Gewoon echt doorzetten. Al heb ik mijn diploma's nooit behaald, ga je passie. Volg je passie. Ja. En als we kijken, zit nu 25 landen ongeveer te wakkelen. En wat is je ambitie over 10 jaar? Waar sta je dan, denk je? Of waar hoop je te staan? Waar ik hoop te staan? Ja, ik hoop nog steeds wel Max Pro, natuurlijk. Ja. En nog steeds met mijn broertje, inshallah. Alleen dan nog naar veel meer landen en wereldwijd de grootste te worden. Oké, en durf je iets te zeggen daarover? In de zin van? Dat jij denkt, ik wil dan naar 50 landen of 75 landen. We zitten nu op 25 landen, hebben we gerealiseerd in ongeveer 8 jaar. En over 10 jaar zitten we een beetje op het dubbele. Dan zou ik zeker wel 100 landen willen. Ja, zeker wel 100. Ja, tuurlijk. Doorzetten. Kijk, de dubbele is ongeveer 50 landen. Nee, we gaan voor de 100 landen. Maar ik voel gewoon dat je meent het gewoon. Ja, echt. Ja, tuurlijk. Ja. En dat gaan we ook halen, inshallah. Ja, ja. Ik ben altijd doelen voor jezelf. Ja. En je spreekt het nu ook echt uit. Ja.
Dat gaan we ook halen, Sjaal. Deze video ga je terugzien over 10 jaar. Ja, over 10 jaar straks. In de tuin denk ik, Brian, we zijn hier 3 handen van, niet 100. Nou, hopelijk heb je dan iets van mijn kale plekken hier. Nou, Sjaal, laat ik iets van je bos krijgen. Wie weet. Nee, ik vind het oprecht echt leuk wat je doet. En, super lief, dank je. Ik hoop, je bent eigenlijk een beetje de eerste ondernemer met wie ik een video heb gemaakt. Leuk, inshallah. En ik hoop inshallah dat, ja. En ik wil gewoon, wat ik toen ook al zei, is van, ik wil gewoon laten zien. Nou, ik ben Marokkaans, heb enorm veel tegenslagen. Ja, tuurlijk. En dan, kijk, in het begin heb je natuurlijk heel veel tegenslagen. Maar dat is het moment dat je juist door moet zetten. Ja. En dat is waar de meesten wel afhaken. In het begin heb je tegenslagen en denk je, oh, ik ga het niet maken of het gaat mij niet lukken. Nee, altijd doorzetten. Als jij iets wil behalen, ga ervoor, je komt er. Met de wil van Allah, inshallah, binnenin. Lukt alles. Ja. Ja. Echt super mooi. Ja, dankjewel. Ik ben je oprecht dankbaar dat je de hele dag voor ons vrij hebt. Tuurlijk. Tuurlijk. Hallo, Azim. Ja, ik vond het ook super leuk. Echt hoor. Alhamdulillah. En wie weet over een paar jaar. En dan zitten we weer in een hele andere kantoor. Ja. Pand. Inshallah. En ook dan lopen we tegen allemaal dingen aan. Ja. En dat is ook weer interessant. Want nu zitten we echt in ons midden in ons leven waarbij onze kinderen opgroeien. Ja. Dan zit je weer in een hele andere fase. Ja, en dan zit je in een andere fase. Want dan, inshallah, zijn de kinderen het huis uit en zo. Ja, en dan... Ik heb een prim van de dingen mee. Kom horen wat je wil, man, ik zweer het je, de wereld is van jou. De wereld is van jou, jou, jou. De wereld is van jou. De wereld is van jou, jou, jou. De wereld is van jou. Geweldig. Hey, dus even normaal willen. Echt normaal. Kijk. Echte mannen. Omdat jullie medewerkers allemaal zo hard werken. Zo leuk. Wielen. Kijk eens. Wielen. Wat is dit? Baklava. Oh. Wil je ook een? Oh, zo lief. Ja, dus superleuk. Alle medewerkers krijgen baklava mee. Van baklava. Veel te veel. Maar ze verdienen het. Zo leuk. Ja, dat zeker. Kees? Nee, Kees niet. Nee? Nee. Baklava. Wat leuk. Ze zitten in Den Haag. Het ruikt heel goed. Nee, ik zeg je eerlijk, dit is echt... Dit is echt top. Ja, ik neem het. Ja, ze zijn ook van Altim Patek. Dat valt ook van onder hun. Ja. Maar, nou, deze is voor jou. Oh, ik wou net zeggen, dan ga ik die even hier halen. Die neem ik zelf natuurlijk, hè. Serieus? Nee, ik zeg jou, dit is echt, ik vind dit echt oprecht de lekkerste baklava. Nou, bismillah. Gaan we beginnen. Oh, je gaat ook nu over? Ja. Ik denk, ze gaat thuis met de kinderen en zo. Saha. Nee. Heerlijk. Lekker zo. Ja, echt heel smeuig. Kijk, sommige baklava die echt heel droog zijn en zo, hè? Wil je er ook één bieden? Wil je er ook één? Nee, je geeft toch cadeau? Ik kan toch niet één? Eentje. Eentje. Kan toch niet? Eentje, Brahim. Kom op. Eén. Willem, kan het toch niet? Het is cadeau voor haar. Deze. Die? Is voor haar. En nog de lekkerste. Weejo, weejo. Wat zeg je dan? Heel goed. Bismillah. Zeg maar bismillah. Heel goed. Huppakee. Weejo, weejo, weejo. Zo. Eén keer. Kijk uit, kijk uit. Nou, ik heb lekker morgen, ja. Rustig. Had ik eigenlijk ook zo moeten doen, Bide. Oké. Okay. Kom, ga je even je handen wassen? Ja? Kom, ga ik je handen wassen? Nee, nee, vies. Even je handen wassen, man. Hè? Huh? Bide. Gewoon. Goed. Kijk eens, Wielen. Dit is voor jou. Weet je wat zo leuk is? Kijk, cadeautje voor jou. Lekker luchtje. Daar hou jij van, hè? Toch? Die mag jij Khadija geven. Ja? En die borstel die je zo fijn vond. Ja? Mag je ook aan Khadija geven. Ja? Kijk, en dan hebben we hier voor Brahim. Hey! Ja! Hey! En voor jullie de shampoolijn. Ja? Maar dan ga ik nog even snel iets pakken voor jou. Want jij vond die borstel heel fijn, hè? Toch? Waar je dat mee aan het kammen was. Toch?
gaan we een kleintje voor jou erbij doen. Vind je het Sophia. Leuk? Nee, voor jou. Of voor Sophia. Zijn we die vergeten? Gaan we voor haar een roze. Kijken, wacht. Ja, een roze. Mijn. Ja? Is dat leuk voor Sophia? Andere. Deze. Ja, die andere, die gaan we pakken voor jou. De hele wereld zou zeggen dankjewel. En dan hij zegt nee, ik wil een andere. Die is voor jou. Kijk eens. Nee, dat is voor Sophia. Oh, dan doen we voor Sophia. Jij bent de baas. Ja? Huppakee, zo schattig. Hij wil niks zelf. Hij wil gewoon voor zichzelf een leukje. Nee, dit is even normaal, man. Echte man. Echte man, dat hoort erbij. Echte mannen doen dat ook, hè? Jouw en jouw zijn er weer. Jouw en jouw en jouw mensen, je zijn weer. Sowieso. Sowieso. Voordat jullie verder gaan, ga eerst even abonneren. En liken. Ga je me nou echt met serieus? Meen je dit nou serieus? Dus mensen, even allemaal liken en abonneren op zijn YouTube kanaal, want superleuke vlogs, echt waar. En vergeet sowieso niet naar Emma te volgen, link in beschrijving. En ja, dit is geen reclame stunt of wat dan ook voordat ik daar comments over krijg. Dit is gewoon puur omdat ik echt oprecht wil laten zien dat je echt alles kan bereiken. En ja, je weet als jij ergens anders vandaan... Als je ergens anders vandaan komt... dus als je Marokkaans bent of zo, dan heb je het gewoon iets zwaar. Dat is nu gewoon eenmaal een feit. En Naima laat gewoon zien dat zij gewoon echt alles uithaalt. En nou, met dat soort mensen, met dit soort mensen wil ik heel graag geassocieerd worden. Topproducten, want Khadija gebruikt ze. En ik weet 100% dat het topproducten zijn. Khadija gebruikt ze allemaal. Ze is er echt gek op. En nou ja, dus bestel ze. Alles staat in de link in de beschrijving. En, superleuk. Ja, toch? En dank jullie wel voor jullie komst nogmaals. Ik vond het echt een hele leuke ervaring. Om dit met jullie mee te kunnen maken. Echt superleuk. En, dat zijn leuke dingen. Dankjewel. Dankjewel. Hey, Willem, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Want? Zo, hoppa. Want wij zijn echte? Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Are? Are for that. Wij zijn op. Ik ben op. Tot snel. Positiviteit of het liefde.